Het ministerie van Onderwijs heeft vanwege de aanhoudende hitte besloten de schooltijden aan te passen. De basisscholen zullen nu les volgen tot 11:30 's morgens en de VOJ en VOS-scholen tot 12 uur. De nieuwe schooltijden gelden vanaf morgen dinsdag 20 oktober tot en met vrijdag 13 november. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is zich van bewust dat de scholieren minder les hierdoor zullen volgen. Ze zegt dat de gemeenschap zich niet al te druk moet maken hierover, omdat er diverse strategieën bekeken zullen worden om het schooljaar succesvol af te ronden. Er is iets heel nieuws aan de hand. We hebben een COVID-crisis, we hebben een overmatige hitte en je kunt niet doen alsof COVID er niet is en je kunt ook niet doen alsof de hitte er niet is. En wat we wel gaan doen is we gaan samen kijken hoe we het schooljaar afmaken en welke vakken anders moeten worden gegeven, zodat we niet te veel verliezen aan het eind van het schooljaar ook nog een redelijk resultaat hebben. Maar er zijn andere tijden, dus andere maatregelen. Het ministerie van Onderwijs heeft samen met het ministerie van Volksgezondheid besloten dat kinderen beneden de 12 jaar geen mond- en neusbedekking hoeven te dragen naar school. Minister Amar Ramadeen van Volksgezondheid erkent dat het moeilijk is voor kinderen om een mondkap op te hebben. Dit zorgt onder andere voor concentratieproblemen. Maar in combinatie met de hitte vormt het ook een enorme obstakel voor het kind en belemmert het ook de gezondheid. U begrijpt dat wij allemaal frisse lucht moeten ademen en met name kinderen hebben daar erg veel moeite mee om ook nog te ademen in een gesloten ruimte, althans in een lokaal en een hitte. We hebben niet zomaar besloten, het is niet de regering die dit besluit plotseling heeft genomen, maar we hebben goed geluisterd naar de deskundigen en de kinderartsen met name. Minister Amar Ramadeen van Volksgezondheid. De overheid heeft na advies van deskundigen besloten dat kinderen beneden 12 jaar geen mondkapjes meer hoeven te dragen naar school. Daarnaast zullen de scholen vanwege de aanhoudende hitte vanaf morgen eerder sluiten.